voor wie live kijkt, we zitten nog een beetje bij te komen. voor wie on demand kijkt, kijk dan eerst even naar de uitzending met Maurice de Hond. En je snapt waarom. We hadden net een wervelwind hier pratende met Maurice de Hond over het onderwijs en hoe dat zou kunnen profiteren van technologie. Hij is bezig een school, of meerdere scholen worden het zelfs, te starten. We gaan nu eventjes naar de dagelijkse praktijk, want van hem, zijn verhaal is toekomst. Jelmer Evers, jouw dagelijkse praktijk is die van nu. Ja. Ik volg je al een tijdje op Twitter, maar ik zag je onlangs in een televisieuitzending van de VPRO die over het, over het onderwijs ging. En bij die uitzending was er één ding, ik had het eigenlijk zelf nooit zo gerealiseerd, maar ik zat te kijken naar een klas en er was een juffrouw, een lerares, die ging daar inderdaad stond bij een bord en die stond daar op dat bord te schrijven. En ik dacht, ja, wat is dat eigenlijk voor een raar systeem? Heb je een klas pubers? En dan is het systeem dat je met je rug naar hun toe gaat staan, dat vraagt toch om ellende. Jij geeft anders, jij geeft anders les. Vertel ons eens hoe jij anders les geeft. Nou, kijk, het is sowieso met een bord. Kijk, Naomi is die andere docenten, die had het gewoon goed voor elkaar. Dus er ontstaat gewoon geen probleem als je goede docent bent. Dat sowieso niet. Ja. Nee, dat ten eerste. Ik geef wel wat anders les inderdaad. Ik probeer het inderdaad, ik probeer in ieder geval ook het thema van de avond een beetje ook veel van ICT gebruik te maken. Maar er gaat bij mij gaat er wel iets aan vooraf. Ik geef les op UNIC, dat is zeg maar een zogenaamde vernieuwingsschool. En daar proberen we ook wel echt anders les te geven. En veel meer naar docent gestuurd en veel meer naar de leerling inderdaad centraal zetten. Gaat ook minder uit van kennisoverdracht, maar dat de leerlingen ook veel meer zelf opdracht gestuurd werken of met eigen opdracht kunnen werken. En ICT is daar een heel makkelijk en fijn middel toe. En dat is ook even de reden waarom ik ook daar ben komen werken. Omdat ik zag dat en ik ben zelf ook wel een beetje een gadget freak. Nou, daar wil je ook graag gebruik van maken, ook net zoals leerlingen dat ook hebben. Hebben ze allemaal een laptop en daar kan je gewoon heel erg veel mee. Veel meer dan alleen maar een boek of alleen maar een bord, wat ik soms ook doe. Waar de leerlingen ook om vragen. Maar dat geeft je wel enorm veel mogelijkheden. En dat is de reden waarom ik denk ook toen ook voor die documentaire ben gevraagd. Jij geeft les op een middelbare school. Ja. Kinderen 14, 15. Wat is het eigenlijk? Van 15 tot 16 tot 18. En je geeft geschiedenis? Ja. En ik las dat het concept waarmee jij les geeft, dat heet Flipping the Classroom. Ja, niet allemaal, maar de meeste wel. Kun je uitleggen wat dat is? Flipping the Classroom is dat je een gedeelte van je wat je normaal dus uitlegt, opneemt. En dat kan een kwartiertje zijn, dat kan langer moet je ook niet doen. En dat geef je eigenlijk als huiswerk mee. Dat is even heel simpel gezegd. Dan maak je een videootje van. Ja. Je kan jezelf opnemen, je kan voor een bord gaan staan, je kan een screencast maken. Daar heb je ook van die gratis tools voor. Of voor betaalde software. Ik heb inmiddels ook betaalde software ervoor. Heb je dus die 15 minuten, die geef je mee als huiswerk. En in de klas heb je dus 15 minuten extra die je aan de leerling kan besteden of aan activiteiten kan besteden. Doen ze dat huiswerk? Bij mij is het niet voor. Je hebt zeg maar wat ik net zei, is een heel simpel systeem. Hè, dus dat is nog steeds heel docent gestuurd. Bij mij is dat ook niet per se verplicht. Ik heb een einddoel ergens en dat is dan vaak toch een toets. Want zo zit het schoolsysteem in elkaar. En daartussenin hebben ze heel veel vrijheid hoe ze daar uiteindelijk naartoe kunnen en willen komen. Dus ze hoeven bij mij ook niet de video's per definitie te kijken. Ik heb wel af en toe van die online quizjes die ze moeten doen om even bij te houden van hoe gaat het nou. En daar zijn ze een paar minuten mee kwijt, maximaal. Maar dat geeft je wel steeds een beetje inzicht van waar ze zijn. En als ze heel erg gaan achterlopen, dan heb je gewoon gelijk wel een idee van hier moet ik echt even aan de bel trekken. Hoe lang doe je dit al? Dit is nu mijn 2,5 jaar ongeveer. Ja. En ik begon zeg maar echt als alleen de video's en die stelde je dan ook wel verplicht. Dat werkte voor mij ook niet. Het werkt niet bij de school waar we eigenlijk op zitten ook. En waarom eigenlijk niet? Want het lijkt me niet heel raar dat je als je een soort van lesstof hebt, dat je zegt nou ik wil wel dat die leerlingen dat bekijken. Ik ben heel erg overtuigd dat leerlingen en mensen veel beter werken vanuit eigen keuzes. En als je een keuze aanbiedt om dan 15 minuten naar mijn stem te gaan luisteren online. Dat kan best wel saai zijn voor sommige leerlingen. Voor sommige leerlingen hebben gewoon liever het boek. Ja, maar ze hebben het in ieder geval wel niet meer in de klas. Dus, maar dat is ook niet erg. Ze vragen ook soms zelfs om juist om die lessen ook. Ik kan prima vertellen ook. Ze vinden het leuk om naar me te luisteren over het algemeen. Dus dat kan ook. Maar het gaat er mij juist om dat zij die keuze maken. En doordat zij zeggen van ik ga dit doen,
zijn zij eigenaar van het leerproces. In plaats van dat ik zo'n docent gaat zeggen van, dit ga jij doen. Kijk, ze weten uiteindelijk prima dat ze een diploma moeten halen. En daar werken ze uiteindelijk ook voor. En daartussenin kan je heel veel verschillende dingen doen die ze ook echt wel interessant vinden. Ik heb net mijn leerlingen, ben ik bezig met een World History from 1300, dat is Coursera. Dat is een MOOC, een online open course van Princeton. Dat ben ik aan het doen. Zelf aan het volgen, jij bent de leerling. Zelf aan het volgen, jij bent ook de leerling. Want dat is tijd geleden dat ik op de universiteit heb gezeten en geschiedenis heb gestudeerd. Nou, het is leuk om er weer eens wat een beetje op te frissen. En het staat ook goed aangeschreven. Daar heb ik toen aan een leerling voorgelegd en die wilde ook graag meedoen. En nu is het zo dat 5 VWO bijna helemaal meedoet met die cursus. Je geeft ze gewoon, en ze kunnen gewoon ook heel veel andere dingen doen. Jij bent een gids in deze dus. Ja, ik leer zelf ook mee in dit geval. Maar dan heb je hier natuurlijk toch wel een dilemma. Want je zegt, ja, vrije keuze. Alleen mensen die gemotiveerd zijn, dan zijn ze zelf eigenaar. Dat soort dingen. Maar ik las in een van de comments op een van de stukken die ik over jou zat te lezen. Ook een collega leraar van je die ergens ook dit soort dingen had geprobeerd. En zei van, ja, hartstikke leuk. Maar door de tegenvallende resultaten werd ik eigenlijk gedwongen weer terug te gaan naar het gewone klassikale systeem. Ja, nou ja, de resultaten vallen niet tegen. Dus dat is ook. Ik denk ook dat het gewoon heel erg toch van de docent afhangt. Ook inderdaad. Maar jullie school staat goed, heeft goede resultaten. Nou, kijk, dat moet wel verbeterd worden. Dat wel. Het wordt wel steeds beter. En HAVO gaat goed. De VWO moet nog wel iets beter, vind ik. Maar bijvoorbeeld bij geschiedenis, sinds ik daar ben komen werken, en dit is nu mijn vierde jaar, is dat gewoon goed. Ja. Ja, je weet waarvoor ze werken. Ik kan ze ook heel goed trainen in het examen, zeg maar. Dat is niet mijn favoriete bezigheid. Maar ik vind wel dat je als docent verplicht bent op zo'n hoogst mogelijke cijfer. Ja, nou, het is ook, aan de andere kant is het ook wel leuk om te doen. Het is ook wel een hele grote succeservaring als ze goed cijfer halen voor geschiedenis. Ja. Maar dat doe ik wel ook. Ik geef nog steeds ook in die examens nog veel meer vrijheid dan mijn meeste collega-docenten op UNIC. En überhaupt ook in het land. En de resultaten zijn echt serieus heel erg goed. Dus, dus daar heb jij echt geen last van? Wat sommige van je collega's dan wel. Nee, kijk, wat je ook moet doen, je moet ook wel heel erg met ze over het leerproces hebben. Van waarom doen we dit nou eigenlijk? En waarom maak je nou precies die keuze? En waarom kies je nou wel voor die video's? Kijk, als ik ze al die keuzes voorleg, het grappige is, dus dat meer dan de helft gaat met een boek aan de slag. Of met een methode aan de slag. Hè, met een boekje en een vraag is. Want ze zegt van, ik heb die structuur nodig. Maar ja, dan, zij maken uiteindelijk die keuze om dat te gaan doen. En dat is dus, in plaats van dat je aan een dood paardje te trekken, gaan ze gewoon veel meer vanuit zichzelf ook daarmee aan de slag. En je bent dus constant ben je ook gewoon over hun leren aan het praten. En dat is naar het examen toe. Is dat best, hè? Dat is de, zeg maar, de flow waarin je de leerlingen wil hebben ook. Dus dat werkt voor mij heel goed. Het geeft me heel veel aanknopingspunten om over geschiedenis te hebben, maar ook over hun als leerling te hebben. Van waar ben je nou eigenlijk mee bezig? En wat heb je nou precies nodig? Je hebt bewust gekozen voor deze school. Waarbij staat inderdaad, toen ik op de pagina keek, eigenzinnig onderwijs, vrijheid binnen een duidelijke structuur, zelf leren en samenwerken. Waar zijn een aantal van de trefwoorden die ik heb opgeschreven. Ik neem aan dat dit niet de eerste school is waarop je lesgeeft. Je hebt nu eigenlijk een school gevonden of gezocht die past bij je denkbeelden. Mm-hmm. Zat je hiervoor op een school waarin je dingen probeerde die geen plek kregen? Nou, dat viel op zich wel mee hoor. Kijk, ik zat op gewoon meer traditionele school, tweetalig, Engelstalig onderwijs. Was heel leuk om te doen. Maar ik wilde daar wel meer met ICT. En dan heb je een ICT-lokaal, hè, dan heb je er twee of één heb je daarvan vaak in scholen. En dan daar kan je niet een hele dag met de leerlingen gaan zitten of projectmatig bezig gaan. Want vaak zit je gewoon in het klaslokaal en dan heb je alleen maar het boek tot je beschikking. En dat vond ik wel heel frustrerend ook hoor. Vanaf het begin dat ik in het onderwijswerk had ik dat ook al. Dus ik ben wel heel bewust inderdaad op zoek gegaan naar daar naartoe. En ik ben ook heel erg op zoek om, ik wil van die 50 minuten, twee keer per week 50 minuten. Ja, dat is helemaal niks. Dat is ook heel vervelend. En sommige leerlingen wil je gewoon veel vaker spreken en die willen jou ook vaker spreken. Maar jij was inderdaad, want dat herinner ik me ook van die uitzending. Jij bent ook iemand die dan rondom de examens, om zaterdag was het, meen ik, beschikbaar bent te Skype. Kunnen ze eventjes nog vragen stellen over de dingen die ze niet weten. Dus het gaat bij jou ook wel verder dan gewoon werk. Ja, dat is wel meestal zo in het onderwijs. Dat is ook wel een van de valkuilen ook hoor. En een van de dingen waarom ik ook denk trouwens dat vernieuwingen ook zo slecht van de grond afkomen. Ook omdat dat
zo slecht gefaciliteerd wordt. Kijk, dat verhaal van net, dat kwam ook heel bekend voor. Ik heb zeg maar ook al met dat helikoptertje waar je het over had. En zo heb ik ook aardrijkskunde gehad. Ik ben een Commodore 64. Ja, Maurice de Hond vertelde dat hij dat ooit gemaakt had. Ja. En, tegenwoordig heb je er gewoon een iPad-app voor. Ja, nee, maar goed. Kijk, ik ben wel dan in de eerste generatie die dan enigszins digitaal is opgegroeid. Hè? Want ik had een Atari 2600. En voor mij is het ook heel natuurlijk om dit zo te gaan doen ook. Maar voor de meeste docenten is dat niet, en ook mensen die van de leraaropleiding komen, is dat niet zo. En dan is het een hele grote stap om op deze manier ook te gaan werken. En ook pedagogisch gezien moet je heel veel bij de leerlingen neerleggen. En dat is echt een hele grote stap voor de meeste docenten. Want die denken, dat kunnen ze niet. Zit dat niet inderdaad, tenminste zoals ik het een beetje interpreteer, is hetzelfde. Waarom volgens mij, mijn kinderen die hebben allebei een computer moeten kopen op school. En ik vraag elke dag aan ze, van heb je de computer nog gebruikt? En meestal is het antwoord nee. Dus ze hebben alle boeken bij zich en een computer. Ja. Mijn theorie is dat het zeg maar ook uit onzekerheid is. Dus als dat de leraar denkt van ja, maar zij weten misschien wel, gaan misschien wel makkelijker met die apparaten. Dat is zo. Zo, ik denk dan, als je dus inderdaad omdraait, wat jij zegt, van jullie weten heel veel van die apparaten, ik weet heel veel van geschiedenis, of ik weet heel veel van kennisoverdracht, of ik weet heel goed waar we de juiste bronnen kunnen vinden. Ja. Dan zou je ineens die kwaliteiten van die kinderen in de klas kunnen gebruiken. Is onzekerheid een belangrijke factor? Ik denk het wel. Gebeurt? Ja, je bent toch, docent moet toch vinden vaak dat ze een soort van autoriteit op bijna alle vlakken moeten zijn. Dus als je ook dingen weggeeft aan leerlingen, dan is dat voor heel veel docenten toch moeilijk. En je geeft toch toe dat je niet helemaal bij bent. Ja, en dat is toch helemaal niet erg, denk ik. Als je inderdaad heel weinig goed Nederlands kan en daar ook kan lesgeven, prima. Dan laat die leerlingen alsjeblieft je helpen met de computer. En dus, ik had ook, ik zei ook tegen een leerling afgelopen week ook van, nou, je mag ook, hè, maar je mag ook met een spelletje mag je met geschiedenis aan de slag. In dit geval was dat Medieval Total War, geloof ik, waar we het over hadden. Dan zie je ze gelijk van, oh, mag dat? Als je gelijk naar hun toe gaat, dan heb je gelijk al een klik. En uiteindelijk, het leren is toch iets sociaal, heel erg sociaals ook. Ze doen het ook voor jou als docent. En als je een band met elkaar hebt en als je ook naar die leerlingen toe gaat, dan heb je een zoveel leuker klaslokaal ook. Dan heb je zoveel leuker leerproces en er gebeuren zulke fantastische dingen dan ook. En zet ze maar gewoon lekker voor die klas en laat ze ook maar iets over die iPad uitleggen of over Twitter uitleggen, weet ik veel. Ja, ik weet het toevallig wel beter dan de leerling over het algemeen. Ja. Maar dat ben ik dan. Straks komt het moment voor jou ook. Tuurlijk. Je kan niet altijd bijblijven. Inderdaad. Maar tot nu toe lukt het redelijk goed. Ja. Je vertelde net wat je dan verstaat onder dat flipping the classroom. Kort samengevat in mijn woorden, wat je normaal aan klassikale lesstof deed. Ja. Daar maak je een video van. Die zet je ergens online, zodat ze het kunnen kijken wanneer ze het willen. Nou, een kwartier over in elke les. Wat voor dingen doe je dan? Heel concreet. Ja, weet je, wat gewoon moet in de klas, vind ik in ieder geval, is dat je, en dat heet dan activerende didactiek, hè, dus dat je die leerlingen gewoon echt aan het werk zet met de lesstof. En dat is gewoon heel normaal, want dat bestaat al hartstikke lang. Wat normaal eigenlijk het huiswerk is, hè? Ja, kijk, in de klas ben je echt met groepjes zijn ze inderdaad aan de slag. En er zijn allemaal leuke methodes voor om dat ook te doen. Maar in dit geval vind ik het dus heel belangrijk, dus dat ze ook zelf daarin weer keuze kunnen maken. En dus de docent kiest er vaak voor om de hele klas 50 minuten lang mee te nemen in een bepaald proces. Ja. Maar daar hebben ze inderdaad niet allemaal behoefte aan. Sommigen hebben heel erg behoefte aan basiskennis, want ze snappen het gewoon helemaal niet. En ze hebben echt denk van, geef mij nou gewoon een basisstructuur en dat is voor mij al voldoende. En andere leerlingen, die lezen het één keer en die kijken niet eens naar de filmpjes. Die doen met twee vingers in de neus. Ja, die moet je gewoon liefst gewoon een heel groot dik geschiedenisboek meegeven. En dat ze daarmee handelen. Maar dat is eigenlijk het verhaal wat we in de uitzending met Maurice de Hond, die we hiervoor hebben opgenomen, voor wie on demand kijkt. Dus als je wil weten waar ik het over heb, moet je die even bekijken. Ja. Wat Maurice zegt, van nou, eigenlijk door het gebruik van die technologie kun je elk kind individueel blijven uitdagen. Dat onderschrijf jij volledig. Ja, en zegt van, en dat probeer jij in, maar ook zonder dat ze allemaal een iPad hebben. Nou, ze hebben bij ons allemaal laptops. Ja, ze hebben allemaal laptops. Ja. Maar ligt ook een groot extra verantwoordelijkheid en uitdaging bij jou. Maar die verantwoordelijkheid ligt sowieso bij de docent, toch? Het is moeilijk, het lijkt mij wel, dat je het vak, bedoel, jij begint te glimmen als ik het zeg. Dus jij vindt dit leuk. Ja. Maar ik kan me best voorstellen waarom andere mensen zeggen, maar weet je, ik heb zo'n grote groep, als ik die allemaal individueel moet gaan behandelen, is dat lastig. Ja, ik heb ook maar één klassikaal lesuur per week, per groep. En de rest werken op domeinen, dus leerlingen zijn ook heel zelfstandig ook aan de slag. En dan begeleid je ze ook. En dan moet je inderdaad wel manieren hebben om ze ook, je moet sowieso met ze langs gaan van, joh, waar ben je nou mee bezig? En
leg nou eens uit hoe dat precies zit. En, hey, waar, maar leraar zijn is een zwaar vak. Ja. Anders kun je niet verklaren dat er zoveel mensen onderdoor gaan, overspannen worden, want dat gebeurt nogal veel. Jij zit natuurlijk op een hele moderne school. En ja, wat jij net zei, je begint ook te glimmen als we het erover hebben. Jij haalt er energie uit. Maar hoe verklaar jij dat zoveel docenten zoveel moeite hebben om dat proces in goede banen te leiden? Omdat ik gewoon nu echt in de omstandigheden zit, inderdaad, wat je net zegt. Ik hoef voor de rand. Ja, kijk, als er iets is met de randvoorwaarden ook bij ons op school, dan bemoei ik me er ook wel mee. Ja. Want bijvoorbeeld over netwerk of als die Twitter dicht staat, ja, dan moet die firewall gewoon open. Want dan moeten die kinderen gewoon opvoeden, vind ik. Dus daar moet je ook zelf tegenaan. Ga je dan echt met je vuist op tafel je gaat gewoon met elkaar aan tafel zitten. Maar je accepteert het gewoon niet. Nee, want pedagogiek staat centraal bij ons. Dus dat moet ook leidend zijn. Techniek moet niet leidend zijn, maar het onderwijs, het leerproces moet leidend zijn. En opvoeden, en daar hoort ook social media bij, vind ik. Maar waarom inderdaad het vaak niet goed gaat, is omdat je hebt in het worst case scenario heb je 250 leerlingen, 25 lesuren. Nakijktijd erbij. Staat een half uur voorbereidingstijd per les. Ja, dat is echt veel te weinig. En ik zit nu met gelukkig kleine groepen. En dat blijft wel redelijk zo, denk ik. We zijn een lyceum, HAVO, VWO, dat blijft klein. Dus die groepen blijven wel klein voor me, gelukkig. En dat geeft me echt de ruimte om dit soort dingen te doen. Ik kan nu ook dingen doen die ik daarvoor niet aan toe kwam. Omdat ik gewoon tot 11 uur zat na te kijken, inderdaad. En dan zitten weer die SO'tjes. Maar goed, eigenlijk voor de ideale docent, voor zover jij dat dan bent, gelden ook andere regels. En moet je eigenlijk ook op zaterdag, als een leerling daar behoefte aan heeft, gewoon op Skype even beschikbaar zijn voor een. Ik kies ervoor. Ik vind niet dat je het verplicht moet stellen. Of maar ik heb wel gezien hoe goed dat werkt. Want bij mijn kind toen ze in de brugklas bijvoorbeeld zaten. Dat is ook zo'n fase waar je in zo'n nieuwe wereld komt. Waar je heel onzeker bent. Hè? Ja. Van als je voor Nederlands 500 woorden moet schrijven. Is 600 dan slecht? Of is 600 dan goed? Ja. Een simpele vraag. Ja, je wil gewoon even snel. Zij in die tijd hadden ze inderdaad de mentor van mijn dochter. Die was ook vaak online. Voor die kleine vragen. Ik snap dat het ook een belasting kan zijn of kan voelen. Maar ik heb wel gezien. Hoe prettig dat voor die kinderen was. Ja, ik ervaar persoonlijk als helemaal niet als belasting ook, hoor. En het is een kleine moeite om even een tweet te beantwoorden van leerlingen bijvoorbeeld. Ja. Het probleem is alleen dat in het onderwijs, er wordt altijd maar van uitgegaan, je doet het met passie. Dus ga je ook wel heel veel vrije tijd ook in het ICT stoppen en zo. Die verhalen ook, net ook van Maris de Hond, dat als je dat echt op hele grote schaal wil toepassen. En ik denk, wat hij ook zei, ik denk dat heel veel docenten ook heel graag wel zouden willen. Het hele systeem moet gewoon op de schop. Daar ben ik gewoon van overtuigd. Ook ik loop, en wij als school lopen heel erg aan tegen de grenzen die de onderwijsinspectie bijvoorbeeld stelt. Je moet 1040 uur moet die leerling op school zitten. Ja, waarom in godsnaam? Ja. Weet je? En, het is een film te kijken omdat het uren oplevert. Docenten moeten zoveel contacturen maken. Als je voor een voltijdbaan heb je 750, 800 uur contacttijd nodig. Ja, weet je, ik denk dat 600 uur moet zijn. En de rest moet allemaal in ontwikkeling zijn. Dat je lesontwikkeling doet en je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, als je op pedagogisch, vakinhoudelijk, ICT-gebied allemaal moet bijblijven, ja, ga er maar aan staan. Dat wordt tot nu toe is het allemaal bijna vrijwilligerswerk, om maar even zo te zeggen. Ja. En het salaris is dan ook niet om over naar huis te schrijven. Ja, dus gaan heel veel mensen het onderwijs uit. Juist de hele goede stoppen er dan mee. En dat is echt zonde. Ik heb heel veel mensen al... Om die reden, maar ook om de reden, want wij hebben hier ook Sanne Kuyt gehad. En dan zit je inderdaad met iemand, dan denk je van, dat heb je zo gezien. Want dan gaat hij bij de Waag werken. Ja. Hartstikke leuk voor hem verder. Maar je zou willen dat... Ja. Dat is natuurlijk ook vaak, omdat het dan de eenling op een school is. Die zowel tegen de beperking aanloopt van de wet, maar ook tegen op een gegeven moment ook moe gebeukt is als hij op die school zit. Dat is heel kenbaar. Dat is natuurlijk inderdaad... Dus denk ik ook van dat zou ook meer normaler moeten zijn dat docenten ook deeltijdbanen hebben ook bijvoorbeeld. En dat ze bijvoorbeeld, zoals een organisatie als Kennisnet, hè, daar moeten denken dat je daar terecht kan. Of dat je, als je geïnteresseerd bent in beleid, dat je bij OCW, en daar zit ook geen actieve docenten daar. Nee. Dat is te bizar voor woorden ook. En er zijn heel veel plekken in Nederland waar je de klas uit moet. En je wil nog steeds met onderwijs bezig zijn. Maar waar je de klas uit moet om nog op een hoger niveau met onderwijs bezig te zijn. Ja, het systeem moet op de schop, zei je? Ja. En als het dan op de schop geweest is, hoe ziet het systeem er dan uit? Dat scholen heel veel... Eigenlijk dat de verantwoordelijkheid bij de scholen ligt. En liefst ook de ouders en de leerlingen. Dat ook gewoon heel goed geborgd is. En misschien een netwerk van scholen en op gemeentelijk niveau. En dat de overheid zich veel meer terugtrekt. En al die rare regels die we hebben. Je wilt niet weten, doorstroomregelingen en... Enorme afvinklijstjes van de inspectie. En daar moet je aan voldoen en dan ben je een goede school.
Of het examencijfer moet 0,2. Hè. Er moet dan van het schoolexamen en het eindexamenschrijver moet een 0,5 verschil zijn. Ja, dat zijn hele perverse prikkels, want je gaat naar die cijfers toe werken. Ik merk het bij ons op school, hè, dan zijn de cijfers niet goed. Nou, dat moet dan anders. En je laat ze wat eerder zitten, zodat in ieder geval het lijkt alsof het eindexamencijfer beter uitziet. Je neemt ze niet eens aan. We hebben ook gelukkig heel veel leerlingen naar een diploma kunnen helpen die op andere scholen lang eruit zijn getrapt inderdaad. Omdat zie je nu gebeuren op scholen hier in Amsterdam ook, dat HAVO-advies hebben, worden niet meer toegelaten op school die HAVO-VWO's. Nee, nou ja, je ziet het in Utrecht ook gebeuren en ik vind het schandalig. Het kind moet gewoon, kinderen moeten gewoon goed opleiden. Oké, maar het idee is, we hebben met z'n allen behoefte aan dat we iets kunnen vergelijken. Dus we hebben met z'n allen behoefte kennelijk aan cijfers die aan het eind van de rit representatief zijn voor school. Maar in jouw systeem, waar meten we in jouw systeem? Het eindexamen. Misschien uiteindelijk. Dat blijft hetzelfde in jouw systeem. Ja, en uiteindelijk misschien ook dat je gaat kijken van hoe doen de leerlingen het na school. Hè, dat je dat ook meer gaat monitoren inderdaad. Maar kijk, er zijn systemen in de wereld, onderwijssystemen, die toetsen zelf wel, maar dat zijn diagnostische toetsen. De toetsen zijn heel goed op zich, ik ben niet tegen toetsen. Zelfs heel erg voor toetsen, maar dan kan ik met de leerling praten wat er nou misgaat of wat er misgaat in het leerproces. En nu begint het zo te zijn dus dat je naar de toetsen toe gaat werken omdat je op wordt afgerekend. Maar dan wordt de toets... Is dus het einddoel inderdaad. Ja. Ik vind het als docent... Een beetje zoals de ouders die een kind op de lagere school bijles laten doen, zodat ze door de CITO hogeschool. Maar je zei het eigenlijk net al aan het begin. Je zei een onderdeel, dat ga je natuurlijk toch doen, is examentraining. Ja. Dat zeg je niet voor niks, want dat is niet gericht op het bijbrengen van kennis, maar dat is gericht op het halen van een hoog cijfer op het examen. Ja, het zit er een beetje tussenin. Ze doen er wel degelijk ook dingen mee op. En zo moet je het ook brengen ook, hoor. Je moet ook zeker zeggen van, dit is bijvoorbeeld over... Goed formuleren, ja, daar hebben ze echt wel wat aan. Weet je? Ja. Zo breng ik het uiteindelijk ook. Maar uiteindelijk bereid ik ze inderdaad wel voor. Maar je kent voor wel de trucjes. Tuurlijk, ja. En voor een groot gedeelte is het natuurlijk het kennen van de trucjes. Ja. En weten binnen welke context vragen gesteld worden. En, heel veel kennis zijn ze ook gewoon kwijt na het eindexamen. Okay? Ja. Dit is een soort van proeven van bekwaamheid. En daarna is het klaar. Als dat het doel is van school, dan zijn we heel kortzichtig bezig, denk ik. En ik zie ook dat we er veel meer uit kunnen halen als je er ook anders onderwijs gaat geven. Maar dat is niet te meten. Hè. Daar kan je heel weinig kan je daar concreet over. Eigenlijk wordt het verhaal van Maurice de Hond, die we net hadden, helemaal bevestigd door jou. Ja, nee, ik ben het ook voor een groot gedeelte met hem eens. Hoor. Ja. Kijk, je moet uitkijken met een technology push. Ja. En ik denk, dat moet je niet het doel zijn? Nee, en ik moet uitkijken ook voor... er zijn ook scholen die heel traditioneel zijn, heel goed zijn. En daar varen kinderen, ouders en docenten wel bij. Ja, dat is allemaal ook heel goed zelfs. Er zijn ook leerlingen die daar ook heen willen. Er zijn ook leerlingen die van dat soort scholen bij ons komen. Dus die diversiteit moet je houden. Er zijn ook mensen die zeggen van het onderwijs moet helemaal anders. Ik denk dat de randvoorwaarden anders moeten. Maar dat je daar, als je de keuze bij mensen legt, dat mensen nog steeds ook voor die vorm van onderwijs kiezen. En terecht ook. Want dat past dan kennelijk goed bij het kind, past goed bij de ouders, past goed bij de docenten. Maar dan heb je wel mensen die daar een hele autonome keuze in maken. In plaats van het systeem je dingen gaat opleggen. En die zeg maar mode zitten we nu heel erg. Ja. En het onderwijs in Nederland kan echt veel beter. Als je het maar qua randvoorwaarden beter gaat inrichten. Want echt alle zeg maar, pijlers om het goed te maken, om het nog veel beter te maken, die staan er ook al. Wat zijn die randvoorwaarden dan? Nou ja, wat ik net zei, hè, dus dat de inspectie veel minder gaat sturen op bepaalde output. En dat de inspectie zou eigenlijk moeten zijn, dat zou een organisatie moeten zijn van... wij samen met school constateren dat dit niet goed gaat. Hoe kunnen we het beter maken? Maar je krijgt gelijk een tik op je vingers van het gaat niet goed. Dat is eraf, zeg maar. Ja, en je komt in zo'n lijstje in trouw terecht. En je bent een slechte school. Je komt in een spiraal naar beneden toe. Er is onwijs veel concurrentie met scholen onderling ook. Dat zuigt ook heel veel energie. Ja. Zuigt het op. Ik moest zo lachen bij mijn dochter op school. Dan heb je één keer per jaar dan heb je natuurlijk dat die nieuwe leerlingen komen. Ja. En dan zien we, die kinderen weten dat niet precies, maar soms zien ze de planten binnenkomen die voor twee dagen gehuurd worden. Ja. En groot marketingbudget. Elke school zou gewoon goed moeten zijn. En dat kan ook, daar ben ik echt van overtuigd. Maar er gaat zoveel energie in administratie en maar voldoen aan een soort van afvinklijstje van ambtenaren op OCW, denk ik. Ja, dat was ook de belangrijkste klacht van zo iemand als Sanne Kuit, toen die uitlegde waarom die dan uiteindelijk vertrekt. Ja, ik zit nu op een school waar ik met gelijkgestemd ook zit. Kijk, wat mij betreft, dat vinden leerlingen, dat vinden mijn directeur vindt dat, mijn meeste collega's, niet allemaal, en ik denk ook wel de meeste ouders, van waarom moeten ze nou altijd op die per se dan op school zijn? Ik werk fijn thuis.
Of ik wil graag even naar de piep. Of ik wil voor mijn profiel naar de universiteitspiep. Dat kan dan vaak ook, gelukkig. Maar ja, alles moet wel heel erg te verantwoorden zijn. En we hadden thuiswerkmiddagen. Nou, en op een gegeven moment wordt het ook weer teruggedraaid. Omdat de inspectie zegt, van, nee, je moet wel aan die normen voldoen. Ja, je moet ergens zitten. En dan gaat je hele onderwijsideaal. En wat echt wel werkt, wordt dan echt wel... Dat vind ik dus de spaak in. En op een gegeven moment zit je dus weer... Ga je misschien weer klassikaal lesgeven. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar... Dus constant is dus dat gevecht met zeg maar, die regels en wat ik dan goed onderwijs vind. Ja. Dat is constant aan de gang. Hey, je ziet, een belangrijke trend is dat er wereldwijd steeds meer middelen van universiteiten, scholen, etc. beschikbaar komen. Ja. Lessen, maar er zijn ook steeds meer sites. Kijk, Khan Academy is in mijn ogen eigenlijk een vrij traditionele site. Maar als ik mijn kinderen wil helpen met wiskunde, kan ik wel even kijken hoe zat het ook alweer. Ja. En op steeds meer plekken zie je dat. Dus er komt steeds meer goede informatie. In jouw toekomst, zeg maar, ben jij dan ook de makelaar, de gids die ze helpt naar degene die dit het beste uitlegt of dit het beste vertelt? Hè? Want ook Maurice zei dat. Ja. Kijk, zoals Sir Ken Robinson kan niemand van ons een verhaal vertellen. Hè? Dus waarom zou je, als je een verhaal wil zien over dit onderwerp, waarom zou jij hem vertellen en zou je die kinderen niet die kant op wijzen? Zeg maar? Ja. Verandert jouw rol ook daarin? Word je meer gids? Meer... Nou, ik vertel een stuk minder. Ik vind het nog steeds heel leuk om te vertellen ook hoor. De leerlingen waarderen dat volgens mij ook. Ja, mooie verhalen blijven volgens mij. Die zullen ook altijd belangrijk blijven. Het is echt wel leuk om af en toe gewoon te zeggen van... het is juist ook leuk omdat er dan allemaal zijsprongetjes ontstaan. Dan ben je met je whiteboard een beetje aan het koken. En dan heb je hele schema's zit je op het bord te maken. En op een gegeven moment ben je dan zo 40 minuten verder. Dat is ook wel een van de leuke dingen ook van het onderwijs ook. Maar dat doe je wel samen met de klas. Bij mij is nooit zeg maar een... Ja, dat ik voor een katheder sta en ik sta daar een beetje heel droog dingen te vertellen of zo. Het is altijd wel een interactie, die interactie is er altijd wel geweest. En dat moet ook een beetje blijven hoor, want dat vind ik ook een van de leuke dingen ook van het onderwijs. Maar ja, je hebt zo'n filmpje die heet de Crash Course World History, een tip voor mijn geschiedeniscollega's. Nou, daar moet je gewoon heen sturen. Ja. En sommige leerlingen vinden dat fantastisch en anderen vinden dat echt helemaal niks. Die vinden het kinderachtig, die willen er niks mee te maken hebben en die horen ook misschien liever een verhaal van mij. Dus die diversiteit die zit gewoon heel erg binnen leerlingen zelf. Maar word jij uiteindelijk wel een soort... Ik kan me ook voorstellen dat je voor elk thema wat je in je lessen behandelt... een lijstje hebt met YouTube-filmpjes die jij aanbeveelt. En dat aanbeveelt. Begint steeds verder uit te breiden. Zo werkt het ook in de klas? Ja, dat zet je ook voor ze klaar. Dat zet je voor ze klaar? Ja. Allemaal online, neem ik aan? Dat heet dan elektronische leeromgevingen. Dat werkt redelijk goed inderdaad. Dus je bent eigenlijk voor jouw klas al een soort filter of curator? Ja, curator inderdaad. Informatiecurator. Dat beseffen de meeste docenten en leraaropleidingen zich niet inderdaad. Maar die informatie, makelaar noem je iets inderdaad. Ja. Dat is wel een heel erg essentieel iets. En ik vind bijvoorbeeld ook zoiets als een personal learning network en een virtuele leeromgeving die je voor jezelf creëert. Met al die verschillende tools, hoe je informatie... binnenkrijgt, hoe je het verwerkt, waar je het opslaat. Ja. Nou, dat is voor mij... Moet jij dit op dit moment nog allemaal zelf uitzoeken bijvoorbeeld? Als je nou kijkt per onderwerp wat op YouTube leuk is of niet? Of heb je dan weer met alle geschiedenisdocenten een netwerk onderling waarbij je dat soort dingen uitwisselt? Nee, dat is te weinig. Nee, ja. Dan zou ik zelf ook meer aan moeten doen. En ik zou een aantal op Twitter kunnen zetten die waarschijnlijk ook denken van ja, dat zouden we inderdaad moeten doen, maar we komen er maar niet aan maar toe. Maar het is geen systeem of zo? Nou, je hebt wel wikiwijs. En dat is, maar ja, misschien dat het nu wel beter wordt. Ik ga er binnenkort ook eens over praten. Ook met Kennisnet. Het was tot nu toe, werkt het nog niet zo goed. En ook dat was weer van, waarom deel je dat niet allemaal? Maar dat is ook heel veel van juist wat docenten zeggen van, ja, maar dat heb ik allemaal weer in mijn vrije tijd gedaan. En dan zitten daar weer mensen dan, er zijn tenminste, van mij zijn er al miljoenen in gestopt. En daar gaan dan die miljoenen altijd heen, maar bij de docenten komen. En dat is een beetje de reden waarom heel veel mensen denk ik niet op wikiwijs zitten. Het is ook kinderachtig. Is het ook dan toch echt wel een beetje het afschermen van waar jij zelf heel veel in hebt geïnvesteerd? Dat je zegt, ja, om dat nou weer te gaan delen. Ja. Nou ja, ik had zelf ook van, moet ik die YouTube-filmpjes openzetten? En dat deed ik dus ook op een gegeven moment. Die leerling zei, waarom zet je niet? Dat is gewoon veel makkelijker. Ja. En misschien heeft iemand er nog wat aan. En op een gegeven moment bleek inderdaad dan, op een gegeven moment 30.000 leerlingen naar een filmpje te kijken. Voor het eindexamen. Dat was eigenlijk wel het ergste wat je kan doen. Je zit natuurlijk je eigen stem opnemen en je zit daar een geschiedenisverhaal te vertellen. Nou ja, dat is natuurlijk veel erger nog dan een Word-document even online zetten. Ja. En uiteindelijk
Misschien kreeg je nog commentaar ook, die dat soms risico lopen. Ja, dat je foutje maakt. Ja, dat gebeurt altijd. Ja. Ik ben ook niet perfect. Nee, maar dat speelt wel mee. Bijvoorbeeld ook over toetsen, dat een toets niet goed is. Maar het is bijvoorbeeld heel moeilijk om een goede toets te maken. Die moet je veel met elkaar delen. En dat hebben een paar mensen ook wel gedaan. Ja, dat scheelt echt zoveel tijd en werk. Ja, maar dan nog moet je hem zelf weer gaan aanpassen ook. Maar dan geef je wel je toets aan iemand anders. En die denkt van, ja, wat is dit nou voor? Die heeft de hele context er ook niet bij. Nee, maar dat je ook denkt van, dat het inderdaad niet goed is. Ik denk ook wel dat er schroom in zit inderdaad ook. Dat is niet normaal. Ook hier is het natuurlijk toch een beetje van, als je de aannemer in huis hebt, dan zegt wie heeft die keuken de vorige keer verbouwd? En dat je tandarts gaat dan. Ik heb zelf gedaan. Ja, ik had wel met tandarts. Ja, per definitie. Ja. Ja, ik vind het is een superboeiend boeiend onderwerp. Maar inderdaad, mijn vraag ook een beetje aansluitend op die van jou is. Hè. Dan is het de zonde, denk ik. Van, hè, jullie leren zoveel. En je hebt heel veel mensen die... Jij zit op een school, als ik het zo hoor, waar je een goede plek hebt gevonden. Waar je gehoord hebt. Maar er zijn ook veel mensen, die zijn de enige op die school. En die hebben natuurlijk ontzettend behoefte aan de voorbeelden van anderen. Ja. Maar misschien ook wel hun collega's. Hoe doe jij het nou? Hè? Hoe zorg jij ervoor dat je... Die iPad wel, of die elektrische leeromgeving. Maar denk je, is daar behoefte aan, denk je? Ja, enorm. Ja, weet je, die documentaire, daar kreeg ik ook echt een zee van reacties ook op van. En op Twitter zie je ook, hè, er komen mensen komen even snuffelen op Twitter. En die zien dat dan. En gelijk zie je dat mensen daar heel snel al in meegaan. Ik noem dat persoonlijke leeromgeving, of personal learning network. Ja, Twitter is zeg maar een continue vorm van... zelfontwikkeling, zeg maar. Daar doe je nieuwe ideeën op, via blogs ook, maar ook gewoon juist de mensen die je ontmoet. En dan ontmoet je die een keertje op een of andere bijeenkomst en dan ken je elkaar ook al. En dus begint ook een beetje wel zo'n aantal geschiedenis-collega's die elkaar ook inspireren. En daar, mensen die het moeilijk hebben, of die denken van, ik ben de enige op mijn school, die zeggen ook dat ze daar heel veel kracht aan ontlenen ook inderdaad. En ik denk ook, Je moet ook wel de ruimte opzoeken ook, hoor. Docenten kunnen ook wel heel makkelijk zich terugtrekken in een lokaal en zeggen van dan moet je ook een beetje blijven schoppen, denk ik ook. Een beetje blijven tegen de randen opzoeken. Ja. Kijk wat ik nu doe op ja, dat vereist blijkbaar toch echt een hoop kracht en motivatie om je daaraan te ontworstelen. Ja, dat wel, denk ik inderdaad. Maar kijk, als je echt wil, dan moet je het ook wel doen, denk ik ook. Dat is ook wel een van die... En sommige organisaties die zijn inderdaad zo stroperig. En op een gegeven moment lopen je daar inderdaad in vast. Maar dan denk ik ook van, dan kan je ook een andere... Er zijn ongetwijfeld ook wel andere scholen die echt wel beter in elkaar zitten en vernieuwender zijn. En niet zo vernieuwend als ons misschien. Maar wel willen, waar je meer gelijkgestemden vindt. Dus ik denk dat docenten ook wat meer van school mogen wisselen, bijvoorbeeld. Ik ben nu om de 4 jaar een beetje doorgegaan. Dat is niet heel vanzelfsprekend. Nee, helemaal niet. Nee, dat je 30 jaar lang op dezelfde school zit. Ik moet er niet aan denken, persoonlijk. Ja. Dat je zo lang op dezelfde plek Hetzelfde zit. Hetzelfde lokaal. En op een gegeven moment zal Unic denk ik ook weer gaan verzelen. En moet ook wat anders gaan doen. Dus, Als je kijkt naar het systeem, zeg maar. De redding van het systeem is... dat dit allemaal wettelijk geregeld is. Scholen, als ik tegen mijn zoontje me vraag... waar moet ik Duits leren? Ja. Dan kan ik zeggen, omdat het moet. Ja. Maar voor de rest kan ik daar niks aan doen. Ik denk dat daardoor het systeem zoals we het nu kennen... veel langer stand zal houden dan heel veel andere dingen. Ik denk het ook. Maar tegelijkertijd wordt er aan alle kanten natuurlijk wel... door die digitalisering aan de poten gezaagd. Ja. Als jij naar 5 of naar 10 jaar vooruit kijkt... wat is er dan veranderd... in de scholen. Want nu is het dus het trieste dat er volgens mij de meeste scholen, behalve die dan voor jou zijn, je kan er vast nog 10 noemen. Nee, er zijn best veel, hoor. Nou, zijn er best veel. Gebeurt ook heel veel. Maar als ik in alle scholen kijk van Amsterdam die ik ken, dan is eigenlijk het gros is nog hetzelfde als toen ik op school zat. Ja, bijvoorbeeld Eiburg College in Amsterdam, die timmert ook wel echt goed aan, volgens mij. Daar werden al die apparaten gestolen, geloof ik. Daar werden de leerlingen overvallen. Ja, oké. Ja. Ja. Eiburg is niet zo'n, laat ik zeggen, misdaadloze enclave zoals velen hadden. Unic staat ook aan de rand van Kanaleiland. Het gaat wel goed, dus moet ik zeggen. Nee, hoe het eruit ziet, kijk, het liefst zou ik die hele onderwijstijd, dat is hopelijk weg. Ik denk ook dat we allemaal tot inzicht gaan komen dat al die regels ook voor een groot gedeelte weg zijn. Wat ik gewoon heel erg interessant vind, zijn al die dat seeds to meet-achtige organisaties. En ik denk dat een school, ik hoop ook, dat een school veel meer... Voor wie het niet weet, Ronald van het Hof, Utrecht Centraal, Hoog Catharijnen, een plek waar mensen
kunnen werken voor een uurtje of voor een dagdeel en anderen kunnen ontmoeten. Ja. Een beetje in dezelfde situatie. En je hebt ook, zeg maar, ook een aantal business schools die ook al meer op die manier gaan werken. Veel meer losser inderdaad. En dat de school is een plek waar je dan wil komen, zeg maar. Omdat daar de experts rondlopen die je nodig hebt. Waar je geholpen wordt. Waar je geholpen wordt. En waar je ook bij elkaar komt. De socialiserende functie van school moet je niet onderschatten, denk ik. Wat ik vroeger leuk als school vond, waren mijn vrienden. Die doe je daar wel op, denk ik. Dat is toch wel leuk van school, denk ik. En is het ook niet belangrijk, omdat moet het ook niet een klein beetje kut blijven? Weet ik niet, ja, waarom? Is het ook niet goed? Moet je ook niet af en toe eraf zitten? Nee, school is hartstikke leuk. Moeten kinderen zich, ik denk altijd nog steeds, moeten kinderen zich niet ook leren vervelen? Is het niet ook belangrijk? Kijk, en spelling en rekenen, weet je, mensen, alles moet vergamed worden. En ik ben zelf een gamer en ik doe dat zelf ook in mijn lessen, probeer ik het wel een beetje te doen. Maar ja, sommige dingen zullen inderdaad niet altijd even leuk zijn. En soms hebben ze dan nu geschiedenis in het pakket. En ik denk dat het examensysteem echt nog heel lang blijft bestaan. Ja. Er is ook behoefte aan een soort van toelating naar moet de ergens, universiteit. Ergens meten, ja. Dus nou ja, misschien over 20 jaar dat het dan heel anders uitziet. We hoorden net al dat we niet kunnen weten hoe de toekomst eruit ziet. Maar jij zei net iets wat mij wel triggerde. Waarom zou je eigenlijk niet gewoon eens een keer een proef doen waarbij je leerlingen, zeg 10 jaar nadat ze van school komen, volgt? Of 10 jaar later weer eens even de stand van zaken opneemt? En op basis daarvan eigenlijk een oordeel gaat geven over de kwaliteit van de school. Ja, maar zijn wel veel, eigenlijk zijn we nee, maar je 10 jaar verder. En dat, ja, dat duurt, alles dat duurt heel lang. Maar eigenlijk kun je, weet je wel, is dat wel misschien is dat wel een veel betere maatstaf. Weet je wel. Ja, dan weet je of die school 10 jaar geleden was. Ja, precies. Ja, natuurlijk. Dat is het nadeel. Maar je wil eigenlijk weten, of, daar bedoel ik er natuurlijk mee, of die kinderen van school komen met voldoende gereedschap om. Kijk, dat soort onderzoeken worden over de hele wereld best veel gedaan ook. En dat geeft volgens mij ook veel beter inzicht als je bijvoorbeeld een leestoetsje doet. Hoe het ervoor staat ook inderdaad. Maar dat zijn juist hele langetermijn beleidsmatige onderzoeken die ook wel gebeuren gelukkig. En daar geven ze dan uiteindelijk wel inzicht in. En dat ze ook waarschijnlijk wel een beetje wat meer body geven aan de manier van onderwijs die ik wil geven ook uiteindelijk. Kijk, mijn leerlingen zijn er over het algemeen heel blij mee. En ook die oud-leerlingen heb ik een goed contact mee. En die zijn ook heel blij dat ze op Unic zitten. En dat de overgang naar de universiteit ook klein is bijvoorbeeld. Dus dat geeft mij ook wel het idee van dat ook al. Ja, nou mag ik. Kan jij al die. Maurice de Hond zei: het is te veel allemaal one size fits all. Jou hoorde ik zeggen: je moet inderdaad inspelen op die verschillende dingen van die kinderen. Hiervoor zeiden mensen altijd van: ja, het ene kind is wel geschikt voor Montessori en het andere niet, bijvoorbeeld. Zijn er kinderen die jullie school verlaten omdat dit systeem, nou, omdat ze behoefte hebben aan of meer structuur? Ja. Of, ja, meer structuur of toch ook een ander beeld hebben van wat onderwijs zou moeten zijn ook inderdaad. Nee, maar ook gewoon echt zich echt happier voelen in een meer school met veel meer structuur. En net zoals wij kinderen krijgen die helemaal tegen de muren aanlopen bij andere scholen en bij ons veel beter. Ik denk dat in principe dat bijna elk kind bij ons prima terecht kan. En dat de planning kan je leren, structuur kan je aanleren. Ik denk dat een kind gewoon in ieder geval, dat je bepaalde motivatie is het allerbelangrijkste in ieder geval. En uiteindelijk zullen toch nog steeds kinderen ook kiezen. Misschien ook door docenten die ze bij ons hebben, waar ze geen goede klik mee hebben, dat ze toch voor een andere school kiezen. Er zijn ook andere externe omstandigheden waarom kinderen toch besluiten om weg te gaan. Dat zul je altijd hebben. Maar is het mogelijk in een school om zowel kinderen die behoefte aan structuur hebben te helpen, voldoende aandacht, et cetera, als aan kinderen die vrijheid beter worden? Structuur en aandacht zijn echt hele verschillende dingen. Ja, snap ik. Goed, structuur en vrijheid. Die twee staan tegenover elkaar. Of niet? Kijk, wat de leerlingen bij mij ook doen is zeg maar dat ze heel gestructureerd door de stof heen gaan. He, dat ze voor kunnen kiezen om hoofdstukjes en paragraafjes en dan afsluiten en dan verder. He, dat kunnen ze ook. Ja, klassikale structuur is ook weer iets anders. Bedoel, je moet structuur hebben zonder dat je in een klassieke. Maar dan is het nog inderdaad zo dat sommige leerlingen echt toch liever dat hele gestructureerde klassikale systeem ook hebben inderdaad. Ja, ja prima, gelukkig. Ja, dat is, daar moet je ook niet heel moeilijk over gaan doen, denk ik. Moeten ook niet doen. Je hebt het eigenlijk al eerder gezegd. Hè. Diversiteit blijft belangrijk. Graag, het blijft belangrijk om scholen te hebben voor kinderen die geholpen zijn bij het systeem zoals we het lange tijd kenden. Ja, dus mijn probleem met dan echt radicale onderwijsvernieuwers, die willen dan helemaal het systeem omgooien. Maar dan ook gelijk de goede dingen weggooien. En ook misschien wel dingen weggooien waar mensen ook behoefte aan hebben. En dat moet je dus niet doen. En ik denk ook als je uiteindelijk meer vrijheid gaat geven en dingen minder gaat afrekenen op bepaalde traditionele dingen, dan ontstaat ook wel denk ik een soort van balans.
dat scholen wel degelijk zullen moeten gaan vernieuwen ook. Of dat er dan een kleine minderheid overblijft die niet wil vernieuwen. Of misschien is het wel helemaal andersom. Dat we uiteindelijk tot de conclusie komen dat het hele structurele wel goed werkt. Je weet het gewoon niet. Maar dan is het lijkt dan me is in ieder geval misschien wel het belangrijkste dat mensen zoals jij... niet zoals we hier ook een paar voorbeelden van aan tafel hebben gehad. Mensen zoals jij gewoon in het onderwijs blijven. En niet na een paar jaar gefrustreerd weglopen. Nee, ik denk ook niet dat ik eruit ga. Daar vind ik het ook te leuk voor. Maar kijk, ik vind het wel leuk om dingen naast te doen. Ik vind het leuk om een lezing te geven, workshops, lesmateriaal te ontwikkelen. En dat soort dingen ook allemaal. Ja, want je was zowel, volgens je LinkedIn-profiel ben je zowel in dienst bij de school als zelf-employed. Ja, dus ik doe inderdaad gewoon klusjes hiernaast ook inderdaad. En dat is nog redelijk kleinschalig. Maar ik merk wel dat ik het heel leuk vind en ook wel nodig heb om gemotiveerd te blijven ook. Dat je eerder zei, het zou mogelijk moeten zijn om meer deeltijd te werken. Nou ja, dat gebeurt ook wel veel in het onderwijs. Maar ik vind, eigenlijk zou dat juist ook veel meer binnen... Er is een enorme schil om het onderwijs heen. En daar zitten bijna geen docenten in. En daar zouden juist heel veel docenten naartoe moeten. Ten eerste om het systeem werkbaar te houden. En ook een beetje met beide voeten op de grond. Want dat scheelt er vaak aan. En dat je de praktijk ook koppelt aan beleid constant. En dat leerlingen dat leren ook een uitlaapklep hebben voor hun carrière mogelijkheden. Want iedereen die in het onderwijs zit, gaat daar niet zomaar. Hè. Het is ook echt wel mensen die willen ook lesgeven met kinderen werken. En willen het ook blijven doen. Maar laat dan mensen af en toe gewoon even dan... of geef ze een soort van sabbatical dat ze even 2 jaar met beleid bezig kunnen zijn. En dan weer terug kunnen gaan. Ja. Dat soort veel meer flexibel, zeg maar. Oké, heb jij nog iets te vragen, te melden? Nee, het is altijd, als we het over Eiburg hebben, dan meldt Gerard van Henk zich altijd. Dat het waren een paar incidenten door dezelfde dader aan het begin van het jaar. Eiburg is heel erg veilig. En Gerard, dit weekend moest de ME nog aan te pas komen, hè, want er was daar een feest op Blijburg. 100 jongeren, overal kwamen ze vandaan. Nou, dat was een project X Eiburg. Ja, ze doen het erg goed volgens mij. Hartstikke bedankt. Ja, mooi verhaal. Ja, heel erg bedankt. Bedankt voor het kijken. Je weet het, iedere dinsdagavond. Zijn we en je kunt nu al ruim 100 afleveringen van Topnames terugkijken, zowel via YouTube als via onze eigen site fastmovingtargets.nl. Tot de volgende keer. Dag. Hey, dank je.